In het toekomstjournaal straks aandacht voor de topper van de A1. Maar we beginnen met een andere topper tussen de B1 van Ajax en de B1 van Feyenoord. Een mini-klassieker op de toekomst. En een herhaling van de wedstrijd die een maand eerder gespeeld werd. Toen in Rotterdam won Ajax in de slotminuten met 2-0. Twee late doelpunten. Hier al vroeg in de wedstrijd Meester Wit ziet zijn schot geblokt. Opgevangen door Anderson Lopez. Anderson Lopez door de benen, maar nog net geraakt door aanvoerder Knoester, waardoor die bal langs de verkeerde kant van de paal gaat. De eerste waarschuwing van Ajax vroeg in de wedstrijd. Nunnely lijkt die bal niet helemaal goed mee te nemen, maar is heel snel om Knoester heen. Trekt dan voor en daar is Donjel Malen, de goaltjesdief van Ajax B1. En hij zet zijn ploeg in de 9e minuut op voorsprong. Wat een actie van Jay Nunnely. Is razendsnel, heeft het overzicht en bij de eerste paal Donjel Malen met een goede goal. Vindt ook Gerry Vink, gezien het duimpje omhoog. Daar gaat Nunnely weer. Niet alleen snel, ook goede bewegingen. Vindt weer Malen. Malen naar zijn rechter en net voorlangs de goal. Ajax B1 is verwikkeld in de titelstrijd met Utrecht en Volendam. En is veel beter dan Feyenoord in de eerste helft. Malen. Hij schiet over. Is gevaarlijk, maar kan nog niet voor zijn tweede doelpunt tekenen. Rashaan Fernandez weg aan de rechterkant. Trekt voor. En een van de eerste kansen voor Feyenoord. Voor Tahi Chong. Geen probleem voor Jeffrey de Lange. In de tweede helft dan. Blijft Ajax op zoek naar de tweede treffer. Jean Familia Castillo vindt Nunnely. Nunnely. Schot geblokt en dan de rebound van Dani Cox. Maar ook die bal gaat over het doel in plaats van tussen de palen. Vrije trap in de handen van Justin Bijlo, de keeper. Met een hele lange trap. Die wordt dan verlengd. Rashaan Fernandez met een goede paas op Nigel Roberta. En Roberta vindt het net in de 78e minuut. 2 minuten voor het einde van de speeltijd. En zo doet Feyenoord Ajax pijn, waar Ajax Feyenoord een maand geleden pijn deed in de slotminuten. Want Ajax laat 2 punten liggen en ziet Utrecht langs zij komen op de ranglijst.